Goedendag, welkom namens de Academie voor de Rechtspraktijk. Welkom bij een interview in een serie interviews die allemaal een beetje bijzonder zijn. Het bijzondere zit hem namelijk in het feit dat de bus van de Academie, die prachtige oldtimerbus, vandaag geparkeerd staat op het Vrijthof in Maastricht, hartje van Maastricht. En zoals gebruikelijk in de bus praten we met advocaten over belangrijke juridische ontwikkelingen. En dat gaan we ook doen met mijn gast die tegenover mij zit, Linda Meijs. Welkom, je bent advocaat bij Kamps van Baar in Sittard. Ja. Jouw specialisatie binnen het arbeidsrecht is heel specifiek. Arbeidsongeschiktheid, ziekte en zorg, dus de werknemersverzekeringen, maar ook de sociale voorzieningen en een stukje arbeidsrecht bij langdurig zieken doe ik ook. En je doseert ook? Ja. Daarnaast? Ja, ook bij AVDR. De leergang sociale zekerheid, leergang arbeidsrecht, een aantal hele specifieke cursussen op het gebied van eigenlijk een stukje verdieping van verschillende regelgevingen. Regelmatig op het kasteel te vinden in de B-tour. Ook nog vrijwilligerswerk las ik. Ja, bij het WOWIA-platform staan mensen bij met vragen over langdurige arbedsongeschiktheid, begeleiden mensen naar medische keuringen toe in de hoop dat zij zich zelfverzekerder voelen en betere informatie bij UWV terechtkomt, dat er betere besluiten komen en ik minder werk heb. Maar dat is er toch wel in dit niche rechtsgebied. Ik wou net zeggen. Je hebt een interessante zaak meegenomen waarover wij gaan praten. Het gaat hier om een influencer die geld moet gaan terugbetalen aan de bijstand. En uiteindelijk gaat het om een, wat is het eigenlijk? De centrale raad die daar een oordeel over heeft. Ja. Wat was er aan de hand? Als we even het verhaal bij het begin beginnen. Ja, dit was ook een jonge vrouw die deed wat modellenwerk en wat adverteren en wat kortingscodes en dat soort dingen meer via haar Instagram voor bepaalde kledingmerken of winkels. En uiteindelijk heeft de gemeente een anonieme tip gekregen. En dat is misschien ook wel goed om te weten dat gemeentes die mogen op de meest vage tips afgaan en gewoon onderzoek gaan doen in de bijstand. Bijstandswetgeving is ongelooflijk streng. En dat is ook gebeurd. Die zijn onderzoek gaan doen. Die hebben met haar gesproken. Die zijn op haar Instagram gaan kijken. Hebben ook stukken bekeken. En die zijn erachter gekomen dat zij kleding ontving voor haar activiteiten. Dus geen geld. Dat gaat vaak bij de influencers. Mogen ze het product houden? Ja. Waar ze dan aan het influencen over zijn. In de hoop dat mensen het gaan kopen, inderdaad. Precies. Deze mevrouw had een bijstandsuitkering. En in de bijstand moet je eigenlijk alles wat van invloed kan zijn op die bijstandsuitkering, dat moet je melden bij het college. Ja. Zodat ze kunnen nagaan of dat van invloed is op jouw bijstandsuitkering. Interessant in deze zaak was van, ze heeft natuurlijk kleding ontvangen, hè? Geen geld. En had zij moeten weten dat zij dit moest melden bij het college. En daarvan zegt de rechter in deze zaak, ja, kleding is op geld waardeerbaar. Je had dat moeten melden, je had het college onderzoek moeten laten doen of dit van invloed was op de hoogte van jouw uitkering. Dat heb je niet gedaan, je hebt de inlichtingenplicht geschonden. Dus terugbetalen. 16.000 euro. En een boete. En hoe hoog is die boete dan vaak? Ik meen uit mijn hoofd 1200 euro. En wat goed is om te weten, om even een sprongetje te maken naar de eerdere video die we opnamen. Een boete mag je toetsen aan het evenredigheidsbeginsel. De terugvordering niet. Is de straf op de zonde eigenlijk nog wel evenredig? Dat is eigenlijk exact, wat het is. Ja. In dit geval, als ik het goed begrijp, een bijstandsuitkering is opgebouwd of gebaseerd op een aantal elementen. Ja. Wat heb je, moet je besteden aan voedsel? Wat moet je besteden aan je vaste lasten? En wat besteed je aan je kleding, je dagelijkse bezorging? Ja, dat zit in de bijstandsnorm. Precies, ook, dus dan is het ook vrij logisch, zeg ik dan op afstand, dat je, dat moet je dan melden. Ook opgeven. Ja. Dat een gedeelte van je bijstandsuitkering eigenlijk niet nodig is, omdat exact, je kleding krijgt. Ja. Zeg je van, dat is ook zo. Of zit daar toch hier, als je dan deze hele zaak bekijkt, en het recht iets in waarvan je zegt, ja, maar het is toch niet helemaal... Dit zijn van die zaken, ik heb hem ook geselecteerd, want we hebben best wel veel terugvorderingszaken in de bijstand. Dan zie je ook hoe streng die wetgeving is en dat heeft te maken ook met een politieke gedachte. Ik heb ook zo'n mevrouw gehad die de boodschappen van de moeder kreeg. Ja, die heeft in het nieuws gestaan. Iedereen vond dat oneerlijk en dat kon niet en wat streng. Ja. En je zag uiteindelijk in de hoogste rechtspraak, en zo denkt de Centrale Raad er in alle zaken over, want ze hebben ook niet zoveel ruimte door de participatiewet, dat de regels gewoon wel juist zijn toegepast. En je hebt eigenlijk alleen maar wat ruimte ten aanzien van de boetes die opgelegd worden. En bij terugvorderingen zit de ruimte alleen maar in de dringende reden.
Dus op het moment dat een terugvordering sociale of economisch ernstige gevolgen hebben, dan kun je verzoeken om van terugvordering af te zien. Maar die lat ligt ongelooflijk hoog in de jurisprudentie. Nu, kijk, die vorige video, daar moeten we ook naar kijken. Daar ging het om een zaak waar iemand iets is overkomen. Dat werd iemand die gewoon heel erg ziek werd. Ja, daar heb je geen enkele invloed op. Ja. In dit soort zaken, en dan heb je het over een terugvordering, is het ook een beetje logisch denken soms, toch? Dat je denkt, hé, ik krijg wel heel veel dingen gratis. Kan ik eigenlijk nog wel gebruik maken van... Ja. Of is dat te simplistisch? Ja, deze mevrouw zei in haar verweer van... Ja, maar ik heb geen geld ontvangen en ik heb niet zoveel modellenwerk gedaan. En de kleding was bedoeld alleen maar voor het aanprijzen van product. En ja, je ziet dat met al die creatieve verweren die advocaten dan waarschijnlijk bedenken voor hun cliënten. Dat de Centrale Raad daar eigenlijk heel weinig mee kan in al die zaken. Je hebt heel veel zaken ook over hennepkwekerijen, dat iemand... door de gemeente ontdekt wordt nog zelfs voordat de oogst er is. Ja. Maar zo gauw als dat er iets is gebeurd wat op geld waardeerbaar kan zijn, zelfs als je geen geld hebt verdiend, maar de activiteiten zijn op geld waardeerbaar, je kunt dat ook niet meer, je hebt geen administratie, je kunt dat niet meer aantonen, de gemeente kan dat niet meer schatten, pech, gewoon. Dan is het klaar. Wat is het als het om terugvordering gaat? Wat is de juiste route voor een advocaat, vind jij, die je zou moeten bewandelen? Als er iets zit van, toch wat te streng de straf. Nou, de route is bij een terugvordering. De gemeente moet terugvorderen bij schending inlichtingenplicht. Ja, dat is geen keuze. Hè? Dan kun je niet zeggen, nou, deze wel, die niet. Gewoon simpel, het moet. Ja, als er andere dingen aan de hand zijn in de participatiewet, dan is er een kanbepaling. En dan is er een stukje beleidsvrijheid. Moet je ook belangen afwegen. Ja. Dat is niet zo bij schending inlichtingenplicht. Ja. Keiharde wetgeving. Nou, dan kun je alleen nog maar beroepen op die dringende reden. En daar zie je jurisprudentie bikkelhard van. Er is mijn uitspraak bekend over iemand die psychisch gedecompenseerd was door de terugvordering. Dat was een participatiewetzaak. Hij had ook verklaringen overgelegd uit verschillende hoeken van zijn maatschappelijk ondersteuner, zijn GGZ-psycholoog, huisarts, etc. Die aangaven, door die terugvordering, daardoor zijn mijn psychische klachten opnieuw getriggerd en ben ik helemaal afgegleden. Daarom zei de Centrale Raad, dat vinden wij een dringende reden om van terugvordering af te zien. Maar die economische reden om van terugvordering af te zien, die is eigenlijk een beetje een dode letter geworden nadat de beslagvrije voet regelgeving is aangepast per 1 januari 2020. Nu ligt er een initiatiefvoorstel, de wet maatwerk bij terugvordering. Wat staat daarin? Daar willen ze eigenlijk zorgen dat er meer ruimte komt om in onredelijke situaties het bestuursorgaan ruimte te geven om van terugvordering af te zien. En die nieuwe wetgeving die ligt nog in de internetconsultatie, die is overigens wel gesloten. Ik neem aan dat daar gelet op ook alles wat er in het nieuws is geweest met de toeslagenaffaire, die zaak in het vorige filmpje over de dagloonregels die ongunstig uitvallen. Nou, die bijstandszaken die soms snoeihard zijn in de regelgeving die ook weinig ruimte geeft. Er is vanuit de maatschappij gewoon een wens om meer maatwerk. En dat zie je ook in de jurisprudentie terugkomen. Rechters zoeken de grenzen op. In waar kan ik die maatwerk nog bieden in een situatie. En ja, nu moet dat ook neer worden gelegd in wetgeving. Is dit ook te vergelijken met de nieuwe discussie na de toeslagenaffaire? Of is het op een ander vlak? Waar we ook met z'n allen van hebben gedacht, wow, is het echt zo streng? Ja. Moeten we dat wel willen? Ja, er zijn toch ook wel heel wat participatiewetzaken in het nieuws geweest, onder meer die boodschappenaffaire. En daar zie je al de koppeling mee met affaire, toeslagenaffaire. Ja, daar houden ze minister van. Ja, inderdaad. Dus ik denk het wel. En ook dat evenredigheidsbeginsel, wat daar een grote rol in speelde, dat zijpelt ook door in deze jurisprudentie. Wat is de les voor jou en je collega's van de uitspraak van de Centrale Raad? Ik denk dat advocaten wat vaker de creativiteit moeten opzoeken in hun argumenten. En nu is het in de bijstand lastig vanwege de strenge regelgeving. Bestuursrechter in Maastricht heeft tegen mij ook een keer gezegd over een hele sneuwe zaak. Van ja, mevrouw Meijs, u weet dat de regelgeving streng is en ik niet zoveel ruimte heb. Die had ook erg gepusht op het bestuursorgaan van, wilde u niet toch nog op en wilde u echt niet? Ja, en dat bestuursorgaan wilde niet, was principieel. Dan zit de rechter ook vast. Dan zit de rechter vast. En dat is waar ik hoop dat de nieuwe wetgeving ons meer ruimte gaat bieden als advocaten. Om die maatwerk, om die creativiteit te gebruiken om daar een beroep op te doen. Oké, tot slot. Wat moeten we hier nog verder over opmerken wat we nog niet besproken hebben?
Nou, ik zou zeggen, kom mijn cursus over de participatiewet volgen. Bij de Academie voor de Rechtspraktijk. Bij de Academie voor de Rechtspraktijk. Dan vertel ik je er graag meer over. En dan geef ik je ook alle ins en outs van de jurisprudentie en de actualiteiten. Goed. Linda Meijs. Dankjewel. Dankjewel ook voor je komst hier naar het Vrijthof. Een beetje een thuiswedstrijd, hè? Zit dat lastig. Maar toch. Ja. Kijk ook eens naar de andere interviews. Die staan allemaal op de website legalflix.nl. Ga ook daar eens rondstruinen. Voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken.